Nou, gisteren was dit wel een eitje, durf ik wel te zeggen. Want gisteren was het natuurlijk een slagveld. Ik heb eigenlijk alleen maar achter wat vrachtwagens in stof gehangen. En ik begin ze overigens wel steeds meer te haten. Maar gewoon lekker rustig naar huis gereden eigenlijk. Want het was in stof achter de vrachtwagens hangen. En ja, wat je niet ziet moet je niet doen. Dus het was gewoon naar huis rijden en genieten van de omgeving. En ik ken dit nog uit 2010, deze omgeving. En in 2009, ja, prachtige omgeving. En ja, wel aanzetten, op momenten wel proberen om natuurlijk om er voorbij te steken. Maar ik heb me bijna een paar keer gewoon verschalkt omdat de vrachtwagens niet luisterden. Goed, ik mocht als zevende van start en ik hoefde niet te veel toe te geven. Maar alleen daarna kreeg ik problemen met mijn remmen, het was heel warm. En een afdaling, mijn remmen werden gewoon te warm, waardoor ze eigenlijk het niet meer deden. En daarom moest ik heel erg oppassen. Veel plekken verloren daarmee. En het tweede deel, ook mijn rem weer precies hetzelfde, eigenlijk een beetje kloten. En ben ik in de public zone ook nog op een hond, die probeerde ik te ontwijken. En dan ben ik de greppel ingereden en crash gehad. Maar niks ergs gehad en verder super gegaan. Ja, het was de eerste echt leuke dag rijden dat we hebben gehad. Het was, was heel mooi door die nauwe bergpaden. We waren onder de bomen heel veel. Het was cool. Het was een mooie verandering van alle stof in het zand van gisteren. En gewoon een makkelijke dag. Helemaal geen, niet zo technisch. Gewoon heel veel bochten. De rustdag. Hoe is de eerste week een beetje geweest? Halleluja. Ja, eigenlijk ging het best wel tam aan. Het kindje hield zich heel erg goed. De jongens hadden hem altijd helemaal weer topfijn klaarstaan. Maar als ik een piekmoment moet kiezen, dan was dat toch wel eergisteren. Want we vlogen echt weer door die duinen heen en ineens stond ik vast. Zelfs de minis kwamen er niet doorheen. De Toyota's, echt, het was hel. En daar heb ik 3 uur in de duinen gestaan in de hitte. Nou, dat was eigenlijk wel het allerzwaarste. Natuurlijk hadden we daarvoor ook wel een paar tegenslagen. Een beetje technisch werden we een klein beetje belemmerd, maar niet heftig. Want we staan nog steeds rond de 44e plek in eerste algemeen. Dus ik moet zeggen, als ik kijk hoe zwaar de rally was ten opzichte van wat er nog over is, een hele goede eerste week. Nee, de truck is nu helemaal in orde. In het begin hebben we een hoop kleine issues gehad. Die zijn allemaal opgelost in de eerste dagen, terwijl we ook de issues hadden. En er komen nieuwe issues, we weten niet welke natuurlijk. Ik heb gehoord dat het moeilijk gaat worden, moeilijker. Dus we moeten gewoon zorgen dat de quad heel blijft en dat we goed navigeren. En dan hebben we denk ik nog een kans.